Mijn advies nummer vijf, maak niet uit wat je doet, maak niet uit welke, welke zaak je ook aan gaat pakken, maakt niet uit wat je doel ook is. Zorg dat je iedere dag minimaal één uur gaat blokken, yes, 60 minuten, om te studeren. Of het nou een boek is wat je gaat bestuderen, of het nou een audio is wat je gaat luisteren, of het nou YouTube-filmpjes over marketing en sales. Studeer iedere dag minimaal een uur op het gebied van marketing en sales. Allright, wij, wij kunnen niet genoeg leren over nieuwe trends, nieuwe hypes, nieuwe zaken op het gebied van marketing en sales. Ik zou het nu zeggen op marketing en sales om het te concreet te maken. Maar als ik het uit zou kunnen breiden zou ik ook denken: menselijke psychologie, netwerken, onderhandelen. Maar hou het heel even deze maand op marketing en sales. Ga kijken of je YouTube filmpjes kan. Bekijken van grote jongens en meisjes zoals Les Brown, zoals Jim Rohn, zoals Brian Tracy, zoals uh, Tony Robbins, zoals Brandon Bouchard. Er zijn zoveel mensen zoals Patrick B. David. Er zijn zoveel mensen die op het gebied van marketing zelfs fantastisch zijn. Ga minimaal één uur per dag luisteren en bekijken naar deze fantastische mentoren. Oké, okay? dus bestudeer iedere dag een uur, minimaal een uur.